Hi, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben, zoals altijd, weer eens een beetje aan de late kant. Het is nu bijna 9 uur en ik moet om 9 uur weg. Ik moet nog mijn ontbijt maken, of mijn ontbijt, mijn lunchpakket en alles. En ik moet voor eens nog uitlaten. Dus ik heb ook nog niks in mijn gezicht gedaan. Maar ik bedacht me ineens, denk ik, er zijn weer 2-3 rekeningen niet betaald. Of eigenlijk bedacht ik me, er is 1 rekening niet betaald, weer van diezelfde werkgever. En toen ging ik kijken in mijn online systeem. En toen dacht ik, wacht even. Er zijn er nog meer betaald, maar dat zijn niet betaald. Maar dat zijn kleinere, dus dat valt dan minder op. Want mijn papa heeft ook wel over 50 euro. Maar mijn hele grote werkgever van een paar aantal honderden euro's heeft weer niet betaald. Waarom, wat gebeurt er? Dus en toen bedacht ik me, oh, dat heb ik 1 keer eerder gehad. Dat iedere keer de factuur niet werd verstuurd. Dus hij wordt wel gemaakt en hij staat al in mijn systeem als verstuurd. Maar hij wordt niet werkbaar verstuurd omdat er wat documenten ontbreken. Dus daar werden we maandagochtend mee begonnen. Dit is trouwens voor mijn verpleegkundig werk. Ik werk als zzp'er en het bemiddelingsbureau waarmee ik werk heeft dan een systeem. En daar zet je uren in voor de werkgevers die je mij hebben uitgezocht. En dat is een van mijn grotere. Iedere maand, waar ik voor de avonddiensten voor doe en zo. En we hebben eens eerder gehad dat er bijvoorbeeld een bepaald keurmerk in het document is verlopen in het systeem. Of een bepaald iets er opnieuw moest worden geüpload. En dat moest blijkbaar, zag ik nu dus, eind augustus. En sinds eind augustus heb ik problemen met de betaling. Dus misschien dat het is, hoop ik. Maar ik ga vandaag sowieso wel weer een herinnering naar het bedrijf sturen. En dan doe ik het maar even buiten het bemiddelingsbureau om. Want als ik de herinnering stuur, dan wordt die wel gewoon betaald. En dan ga ik ook vandaag maar even richten om dat keurmerk weer helemaal op orde te krijgen. Stress. Dus dit is mijn maandagmorgen. En dan ga ik snel even Boris uitlaten en mijn sla maken. En dan kan ik weg. Dus later. En het is alweer bijna 5 uur. Het is super donker nog steeds buiten. Ik ga nog wat YouTube kijken. Mijn video's aan het uploaden. En Pascal belde net dat hij op tijd wilde eten. Dus ik ga de aardappels schillen. We eten cordon bleu met bloemkool en gekookte aardappels. Ik heb ook van mijn ex-man een bericht gekregen dat Brooke nu zonder zijwieltjes fietst. Super goed, heb ik lekker mee geoefend. En toen ging ik ook in een keer diepe bad in. Daar ben ik ook heel blij om. En dan als het goed is van vanavond zakjes met lopen hokje. Dus met de beste woensdag gezien. Ik hou van ze en ik hou heel erg van mijn tijd alleen. Dus soms is het wel echt chill als we wat langer weg zijn. Maar nu heb ik echt. Het is vanavond nog, morgenavond moet ik werken. Woensdagavond heb ik ze weer. Dan kom ik nog even man Knelis. Het is zonde. Goed, ik ga dus even aardappels schillen. Ja, ik bedoel, kost mij het wel. Maar dan zou ik YouTube kijken. Zeker als ik geen kinderen heb. Vind ik dat leuk. Goedemorgen deze dinsdagmorgen. Oh, ik voel me nog zo gaar. Laag ik gisteren helemaal niet laat op bed. Ik heb echt 7 uur geslapen. Echt als een blok. Misschien nog wel kort. Het is nu 8 uur. Cor, een hondje. Hi, buddy. Ik denk, die was waarschijnlijk ergens van vandaag. Ik denk, oké. Okay, anyhow. Ik moet eventjes vroeg op en neer naar de bakker. Want Pascal heeft geen brood meer. En ik moet nog pinnen, want de schoonmaakster komt vandaag. Ik moet ook geld hebben. En dat kan bij de bakker. Daar hebben ze binnen de maat. Ik ken het. Dus bijna moet ik vroeg doen. Want het brood dat wij, wat Pascal voornamelijk, maar wat wij eten, gaat het heel hard. Ze maken echt 6 of 7 broden daarvan. En nou ja, als je er al 3 of 4 wil meenemen, dan gaat het hard. Dus moet ik een beetje vroeg doen. Dus dan ga ik nu maar gelijk doen. Word ik misschien een beetje wakker. Want ik vind het koud. Echt, ik heb gewoon serieus al een topje aan en een truitje. Nou, zit geen heel warm truitje. Het is een truitje. Ik had gisteren van die koude voeten en enkels op mijn werk. Want het is een 7/8 broek. En mijn enkels waren gekoud. Heel koud. Ik heb vandaag ook weer een lange dag. Ik weet wel dat ik iets warmers ga meenemen. Ach, jongens. Want ik heb eerst mijn vaste cliënt tot 4 uur en dan om 4:30 weer een wijkdienst. Maar goed, zit de laatste voorlopig. Want ik was voor november aan het kijken gisteren. En ze hebben dus gewoon geen avonddienst op de maandag, dinsdag of in het weekend. Dus staan alleen maar op een dienst dan. Ik denk wel dat ik ga aangeven dat ik eerder zou kunnen werken. Ik kan dus wat schuiven, anders kan ik echt niet heel veel uren draaien. Maar even kijken of ik het ga oplossen. En nu, nou, maar alleen. Go, doe het langer. Ha 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 ha!
Wat doe jij? Wat doe jij? Je kan er niet fietsen. Het wordt net zo weer als vandaag. Wat wil je dan aan? Een broek met een legging met een legging met een rokje. Rok en een shirt van de bouwen. Zal ik het eens uit gaan zoeken voor jou? Ja, en sokken. Ik heb net een boodschappenzoek gefilmd, zit ook allemaal nog hier. En mijn boodschappen zijn nog allemaal hier. Dus die ga ik opruimen. Maar jongens, dat voel ik me of. Ik voel me gewoon niet. Nee, het is niet dat. Ja, ik voel me ook niet lekker. Ik voel echt wel een beetje kramp hier in mijn nek. En het wordt weer echt. Dat het iedere keer zo klikt en kraakt en doet. En daar kan ik een beetje hoofdpijn van krijgen. Ik word er een beetje misselijk van. Maar ik ben ook vooral gewoon heel erg uit mijn hum. Het is niet eens dat ik zo gereinigd ben. Maar ik ben gewoon een beetje. Niet fijn, voel me niet goed, gewoon niet zelf onder dekens kruipen. Ik denk dat ik gewoon last krijg van mijn winterdip. Dat is het misschien. Ik ben met jullie aan het oh, misschien heb ik gewoon last van mijn winterdip. En, sorry voor de andere kijkers, ik moet ook ongesteld worden. Dus misschien dat ook wel meestal. Ik ga even mijn vitamine D eventjes een beetje op halen. En misschien moet ik dat 5 HTP ook maar weer eens een keertje gaan halen. Want daar ben ik altijd een stuk minder zwaarmoedig van in deze tijd van de maand. Dus, ja, misschien dat het is. Maar ik voel me gewoon een beetje geïrriteerd snel. Ik denk, normaal ben ik het niet zo. Ik ben niet zo snel geïrriteerd. Maar nu heb ik precies van. Ik heb de hele tijd het gevoel dat ik mijn ogen aan het rollen ben. Ook om mezelf. Dus ja. Maar goed. Ik heb dus een boodschapsoplicht gefilmd al. Het is nu 10:30. Ik moet nog opruimen. Dat is ongeveer het enige wat ik vanochtend heb bereikt. Daarom bedoel ik van, oh, alles gaat zo traag. Mocht je die willen zien, link die even in de iCards. En dan ga ik nu even mijn boodschap opruimen. En dan hoop ik er nog toe kom aan wat werk. Zou fijn zijn. Oh, kijk nou. Ik weet niet meer zien wat het is, maar het is een klein vogeltje. Hij zit echt al de hele tijd. Ook toen ik mijn borders langs liep om hem uit te laten. En toen ik weer terugkwam, denkt hij misschien een gebroken vleugels heeft of zo. Maar dat doet het nog wel. Ik kijk nog een beetje heen en weer. Ik moet even bellen of ze met de school het helemaal moet. Ja, we kunnen eigenlijk niet naar buiten stappen zonder dat deze vent niet. Oh, lekker is een nekje. Maar het is niet oké, ja, Bonnie. Nee. Eerst dacht ik van, oh, die is misschien weet ik van dood of zo. Toen kwam ik terug, dacht dat hij nog bewoog. Ik wil even mijn telefoon pakken, die ligt hier. Omdat anders de wifi niet aansloot. Oh, mijn vader. Heeft gebeld. Oh nee, jij moet hier blijven. Kom. Kom. En dan zullen we even kijken. Je legt hier een body. Je gaat hem opeten. Kijk hem nog zitten. Dat is maar oké. Hi. What happened? Oh, ik durf je echt niet vast te pakken, vind je? Meisje.
kijk nou hoe zenuwachtig hij is. Ik ben ook echt piepiepiepie klein. Kijk dat nou. Oh, je pootjes gebruiken. Nou zie ik het. Kijk dat pootje. Oh my goodness. Je pootje is gebroken. Update over de vogel. De vogel die is ineens weggevlogen. Ze neemt hij misschien tegen de voordeur aan was gevlogen. En ik was boven en ik hoorde Boris ineens blaffen. Maar we hebben een abonnement lopen bij... Ja, een terugkerend abonnement. Zeg maar. Voor iemand die de glazen buiten doet wassen. De ramen buiten doet wassen. De glazenwasser. Want we hebben best een vrij hoog huis met best wel veel ramen. Boris, is het oké? Is het oké? Maar die vertellen dus niet wanneer ze komen. Alleen maar dat ze zijn geweest. Omdat dan de grond rondom het huis nat is. En omdat er een briefje in de brievenbus zit met het factuurtje. En ik loop en denk, waarom is je nou moeilijk en waarom is je nou aan blaffen? En ik sta hier zo en ik zie echt, kijk hem nog. Hij zat echt te kijken. Ze zijn nu daar bezig. Ik denk dat nu, zijn ze hier nog geweest? Kijk, ze doen ook helemaal dit en ze doen boven de kinderkamer de cuvelessen, noem je dat niet, cuvelessen. Is hier nog geweest? Oh, hij is al geweest. Ik krijg wel heel goed zien. Dus dat. Vogels is dus weg, had waarschijnlijk kerstvervulling weer weggevlogen, want hij zit er niet meer. En ik ga zo de kinderen ophalen en dan gaan we daarna door naar de stad, want ze moeten hun haren laten knippen. Oh, en het is echt, wij lopen dus echt lang door bij Brooks, gewoon meer om het licht te onderhouden. En dan zijn ze weer fresh en ready om met hun vader hun verjaardag, of zijn verjaardag te vieren of iets. Misschien nog even langs Action gaan of iets. Iets. Wel stil zien. Vind je het spannend, Boris? Boris, kom maar. Logan, pas op. Nou, kom dan. Waar moet hier net zo schat? Laat me eens kijken. Oh, ze hebben glitters in haar gedaan. En ze hebben gevlochten. En Logan, wat heb jij? Een bliksemschicht. Je ziet het bijna niet, maar zo zie je, oh, je ziet het beter. En ze hebben ze blauwe gel in zijn haar gedaan. Mooi, hè? Jullie zien er wel weer snazzy uit. Waar is het geld in jouw portemonnee zat? Ja, er zit nog steeds in mijn portemonnee. Je bedoelt jouw geld? Was dat een tientje? Was dat een munt? Nee, het is nog 5 euro. Pas op, een briefje van 5. Een briefje van 5, ja. Dan kan je bij de Action wel kwijt. Kom maar, Brick. Oh, je ziet het op. Oh, wauw. Kom op dan. Daar zit moeders dan. Kindjes haartjes geknipt. We hebben gegeten. Kindjes waren om 6:15 of zo al terug. Dat was echt bijzonder. Ze werden om 5 uur opgehaald. Het is zeker 10 rijden naar mijn vader. En dan ben ik 1 kwartier terug dus. Dus ze zijn er een goed uur geweest. Ze hebben pannenkoek en taart op, dus dat was geslaagd. Dus ze zijn lekker op tijd gebadderd. En in bed gegaan. Flirtje ook lekker gaan slapen. Pascal die moest naar de kapper vanavond nog. En ging dan daarna tarwe zaaien. Want blijkbaar kan het niet, maar moet het toch. Dus kan het wel. Dus ja. Dus ik ga lekker. Ik denk maar vast een video van morgen doen. Want tijd heb ik nu toch. En dan een beetje proberen op tijd naar bed te gaan. Want nu ben ik zo chagrijnig. Dus er is nog geen brood van. Misschien moet ik gewoon wat eerder naar bed. Dat zou ik wel bedenken. Ik hoef voor Halloween dus geen make-up meer op. Casper is hier. Jezus. Ik heb ook echt niet zoveel. Ik heb alleen maar... mascara. Dank u. Dus ja, het is nu 9:30. Kindjes zijn naar school. Het was echt een kort nachtje. Want als Pascal er niet is, dan heb ik de neiging om wat later naar bed te gaan. Puur en alleen omdat hij altijd gewoon iemand is die gewoon een ochtendmens is. Hij gaat liever s'avonds vroeg naar bed. Dus hij zegt om 9:30, ik ga douchen. En dan gaat hij naar boven en denkt, ja, nou ja, dan ga ik maar douchen. En nu was er niemand die om 9:30 zei, ik ga douchen. En toen ging ik pas om 10:30 douchen. En toen ging ik in bed nog eventjes, dat is echt mijn weakness. Van die YouTubers die op YouTube dus. Huizen bouwen voor in de Sims. Het is echt zo leuk. En ik volgde een aantal. Op een manier vind ik het gewoon heel relaxed om naar te kijken. Dus ik heb dat gekeken nog even. Het was 11:30. Toen ben ik naar bed gegaan.
En Pascal's wekker, die kwam pas om 1:15 thuis. En die ging ook alweer om 5 uur. Hij wou nog even een paar tochtjes over het land tarwe zaaien. En voordat hij Fleur naar school ging brengen. Dus ik was al in charge of en Boris. Die moest natuurlijk vanochtend, uit. Hallo. En uit en eten en... Wat is je nou? Oh, daar. Van alles en nog wat. Dit is echt zijn nieuw dingetje. Dan pak je dat bordje op. Ja. En dan ga je het tegen de muur daar gooien. Joost mag weten waarom. Dus die moest ik eten geven en uitlaten. En ik moest ook 3 kinderen wakker maken en eten geven. En zorgen ze aankleed waren. En nou, is dat op zich allemaal geen probleem. Maar ik moest dus daar wel een beetje op tijd uit. Dus, maar toen Pascal te wekken ging om 5 uur. Toen was ik dus ook wakker. En toen kon ik niet meer slapen. En dan denk je, oh, dan ben je lekker op tijd geweest. Nee. Want ik ben stug blijven liggen. En toen heb ik het 6:15 gehoord. Dat ik, dan doe ik mijn lichtje alvast aan. Dan ga ik er zo uit. Mijn wekker stond om 6:45. En toen ben ik mee slaap gevallen. Tot 6:45. En dan word je wakker. En dan denk je, wel gedacht is vandaag. Dus ja, ik ben wel al naar de Albert Heijn gegaan. En naar de Ethos. Maar bij de Ethos hadden ze nog een andere soort haarspray. En ik was alsnog haarlak vergeten. Gelukkig gaat mijn moeder naar de Action toe. Dus heb ik even snel geappt. Maar ik heb wel koekjesdeeg, want Brooke die wil met haar nichtje vandaag dan koekjes gaan bakken. En wat heb ik nog meer? Drinken, want ik had geen drinken meer. In ieder geval roomboter voor de koekjes. Ik wil even kijken naar de tas. Ik heb hem nog niet uitgepakt, hij staat gewoon daar. Dus voor de rest weet ik eigenlijk niet koekjesdeeg. Oh, geurkaartjes voor de moment. In ieder geval niks wat in de koelkast hoeft. Dus ik kan lekker op mijn gemakje. Dan krijg ik er mijn centjes voor het eten, want ik heb het nog niet gegeten. Hallo, een YouTube video nog even kijken, want JessFam heeft je geüpload. Dat is toch wel een beetje hashtag I want it seen. Oké. Ik tel tot 3 en haalt hij aan de stoel even. 1, 2. Boris! Echt gewoon without fail, buddy. Niet doen. Ja. Ik ben nou weer zo precies zo tegen die stoel aan duwen dat die tas bijna omvalt. Ben je nou tevreden? Ah, dus omhoog, want we gaan dus wat actie ondernemen. Boris, leg jij daar maar serieus in je wens? Oh, oké. Maar zoals jullie kunnen zien, dit hangt nogal vol. En dan moeten er nog een paar jassen bij. En onder de trap ben ik ook het inhoud aan het verzamelen. Ik heb namelijk regelaars die nog even gewassen moeten worden. Dit is van Boris wat in de bench heeft gezeten. Dat moet nog even schoongemaakt worden. Er liggen hier gewone laarzen. Er liggen hier een heleboel broeken die lopen kapot heeft gemaakt. Die moeten opgeruimd worden. Of deze die moet niet opgeruimd worden, moet ik maken. En dit. Ja, hier kan toch ook niemand meer zijn schoenen in vinden. Dus ik denk dat ik me daar even op ga focussen. Mijn moeder heeft geappt dat ze erom. Hoe dat bij het licht. Ze heeft geappt dat ze er is om 11:20. Waarom? Oh, dankjewel. Hier zie ik er nog slechter uit. Ze is er om 11:50, dus ik heb nog even de tijd. Het is nu 10:30. Dus, let's do this. Jassen zijn redelijk uit. Ik weet niet goed met deze doe. Ik denk die ergens anders warm moet leggen. De jassen hangen in principe allemaal goed. Logos jassen, een haakje voor meeste jassen. Skals jassen, de Boris jas. Er is nog zo'n wegwerkersjas die we ook wel eens hebben. Die kan dan aan deze kant. Mijn jassen, mijn tas, Brooksy jassen, Fleur jas. En het zit allemaal goed. Ik dacht, ik moet hierboven niet meer de sjaals en de... handschoenen gaan baanen. Dan kunnen de kinderen straks ook niet meer bij. Dus ga ik die maar even daar zetten. Het ziet er wel grappig uit als je zo aan komt lopen. Misschien nog een opblaaspompoen of iets anders erbij. Dan gelijk een beetje zien bij Halloween. Hè? We zijn er toch mee bezig. Dus ja, dan ga ik alleen nog eventjes deze uitzoeken. Want er zitten zomerpetjes in en tassen zie ik nog en rollers en riemen. En dit is denk ik echt wel de winterspel. Gaan we eens even uitzoeken. Wat is dat? Wat is het? Wat denk je? Ben je naar buiten? Nee?
Ja? Wat wil je dan? Ik denk dat het zoiets moet gaan worden. Hier hebben we 1001 handschoenen. Ik kan het toch niet echt een maat aan ontdekken. En ik weet wel ongeveer. Deze bijvoorbeeld van Fleur. Deze zijn van Logan. Deze zijn ook van die jongens. Die hebben zo namelijk dezelfde. Hier heb ik nog zo'n mini handschoen. Er zit nog ergens een met hartjes. Die is ook van Brooke. Want die past bij de sjaal. Nou, hier wat sjalen. Ik zie dat kinderen van Pascal nog geen sjaal hebben. Of die liggen misschien boven ergens. Ze hebben wel allemaal mutsen. Dus dat is allemaal goed. En dan zit een beetje onze... Dit is mijn sjaal. Ik heb nog een gele. Die ligt nog in de auto. Mijn handschoenen. Een heleboel. Ook van die met zo'n... Hoe zeg je dat? Touchscreen dingetje. Handschoenen. Mutsjes. Van Pascal. Dus dan wordt dit onze mand. Dan wordt dit ook een mand van de kinderen. Dit was nog een capuchon van een bodywarmer. Nog sjaals en heel veel petjes en dingetjes van Logan. Ik vond nog zonnebrilhoezen. En ik vond nog mijn zomerhoed. Maar die hebben we allemaal natuurlijk niet meer nodig. Dus dit kan zo. En denk dat dan maar boven op de bench gaan zetten. Dat dat dan wat duidelijker is. Dus onder het slaap ook mijn Halloween pogingsfeer gevonden. Dat ik dacht, oh ja, ik kan officieren. Dus niet alleen die. Maar kijk nou. Creepy peepies. En dan deze. En zo. Dit is een spin. Spin. En nog een spin. En ik hou eigenlijk die vleermuis. Hier zou hangen, maar hoeveel duct tape ik ook gebruik, daar blijft het niet aan zitten. En de sjaaltjes zijn nu hier zo. Dus het is allemaal weer een beetje... Net en zo, hè? Leuk hoor. Ja? Ja? Sta je weer goed? Ja. Ja, je oma heeft maat 41 hoor. Dus, Ruimte genoeg. Ja, precies. Wow. Je doet het goed over hier, hè? We hebben bijna een Fleur en we hebben hier een Logan, chocoladekoekjes, deze koekjes zijn ook goed gelukt. Gateetje gemaakt. Nou, nou, nou. Lekker dansen, hè? Daar gaat ie. Niet heel erg veel echt gefilmd of niet uitleg gegeven. Maar mijn moeder die kwam dus vandaag. Die had allemaal dingen van Halloween. Of was grappig bij de action super tof. En daarna zijn we eigenlijk vrij snel om Brooke gegaan. En Brooke ging natuurlijk met een nichtje Vienna spelen. Dus daar heb je waarschijnlijk wat footage van gezien. We gingen met z'n allen koekjes bakken. De meiden hebben zandkoekjes gemaakt. Een gedeelte gewoon en een gedeelte met chocola. En Logan en Fleur die hebben chocolate chip cookies gemaakt. Die hebben hun letters gemaakt, super cute. En toen was het tijd om nasi te eten en de kinderen douchen en naar bed. Ondertussen is Mees ook aangeschoven. Dus alle twee kinderen van Pascal zijn er nu. Ze liggen 4 kindjes boven. Pascal is eigenlijk vanmiddag, heeft hij wel Fleur opgehaald. En heeft hier even koffie gedronken. Toen is hij weer verder gaan met tarwe zaaien. En hij is nu net ook weg.
gaat er nog een paar uurtjes tegenaan gooien. In de hoop dat hij er zoveel mogelijk in krijgt voordat de regen weer gaat beginnen. Dus fingers crossed. Ik ga nog even mijn thumbnail maken voor de video die 3 uur geleden live had gemoeten. Hashtag YOLO. Dus ja, dat ga ik nog even doen. En dan denk ik dat ik verder niet heel veel meer ga doen. Ik ga de Masked Singer kijken. Want volgens mij is het nu sowieso met de springhaan. Waarvan ik denk dat het een Plas is. En wie zit er nog hierin? Want ik dacht dat ik het wist. Die robot, ik denk dat dat die, niet die Edgy Rombly is, maar die nu als Tina Turner wordt gepost. Nou ja, we gaan het zien. Dat ga ik lekker op mijn makje kijken. Ik moet wel echt mijn haar wassen vandaag, dus. Ja, dat was het. Vrede vrijdag. Morgen een drukke dag, want Logan moet hockey en Mees moet voetballen. Dus ik ben benieuwd hoe dat allemaal loopt. You gotta listen up, there's not a thing that I can get from you. Boy, I don't need that much, how can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things, I never needed gifts or diamond rings, all I ever need, I... Wat is dat afzien om op zaterdagmorgen langs de lijn te staan? Maar goed, ze hebben net aan verloren, wat ik op zich al een hele prestatie vond. Ze hadden 12-16 gespeeld, maar die jongens waren echt ruim een kop groter allemaal. En toen kwamen ze wel in de eerste zees, oh, we moeten tegen de kleuters. Maar goed, ze deden het hartstikke goed, zeker ook Loni is als een keer gescoord, dus nou ja, nog leuk. Roscoe moest nog steeds verder, Tarbes hij heeft natuurlijk nog aan de voetbal gestaan. Dus die vroeg, toen we aan het afzetten bij de 4 kinderen, van wie gaat er met mij mee? Omdat hij ook weet, ja, ze alle 4 hebben ze niet helemaal netjes verdeeld en ook niet helemaal handig. En degene die mee wel was de baby en die kan je eigenlijk altijd wel bij houden. Dus Brooke is met hem mee en de andere, de oudste 3, die zijn boven een band aan het naspelen. Ze hebben echt een trommeltje van iets gemaakt en ze hebben op de iPad iets van een muziekje gevonden en dan de andere terwijl zingen en ze zijn dat opnemen op een andere iPad. Dus nou, ik ga het bord laten gaan hier opruimen en dan hoop ik dat ze het leuk houden boven. Maar het is maar vaak, het is nu al bijna 2 uur en pas kan het om 1:05 denk ik echt wel weer terug zijn. Want dan moeten we frietjes gemaakt worden dan terug. En meestal gaan vanavond de heroïne op doen bij haar moeder. Dus ze moeten daar natuurlijk op tijd zijn. Dus zo lang mocht ze van de 3 grotere kinderen het fort kunnen rustig houden. Wel een beetje verlies op jou. Ik vind jou echt een heel groot schatje. Ik kan niet meer trouwen. Nee, schat. Mama's horen niet met hun kindje te trouwen. Zakjes, als je groot bent, dan word je verliefd op een ander meisje of op een jongetje. Ik word verliefd. Als je treft, kan Brooke mee. Hey, ik wil niet redden. Ik wil geen mama. Boris. Niet aan het trekken, hè, Brooke. Gaan we morgen ochtend gelijk Halloween vieren? Nee, morgenmiddag pas. Nu, zondag. Het meest scary van dit moment is nog wel dat ik een blad op mijn gezicht heb. Dat ik net heb ingesmeerd. Maar het is nu 11:30 en ik moet denk ik nu al beginnen om alle kinderen te gaan sminken en doen. Ik weet echt niet hoeveel kinderen ik moet sminken. Ik denk maar 2. Maar we moeten om 12:30 weg, want het begint om 1:00. In Goes. Ik heb alle Halloween pakjes al klaargelegd en alle attributen die ze nodig hebben. Dus gaan we beginnen. En dan eten ze mijn boterham met de vuist van. Het gaat gewoon niet in een half tijd lukken, denk ik. Dus wel leuk, ik heb wel zin in. Ik denk ik wel leuk voor die kinderen. Het probleem is, ik heb het gisteravond heel leuk gehad, maar die kwamen echt doodmoe thuis. Dan moet ik niet zwart om langs de ogen. Dus die hebben hun Halloween weekendje wel rond. En voor de rest. Gaan we eens kijken. Ik ben nooit niet in de stad geweest. Dus je weet, het is wel hartstikke leuk. Het is al 3-4 jaar, dus het zal iets van succes zijn.
Wij. En dan heb ik dat dik. Nee, dat stel ik het nog. Goed, hè? Wil je daar nog een... Ja, ik ga het niet. Een sterretje? Een sterretje en nog één maand. Dus ik ga nog één maand. Die is al heel groot. Dat is nog een kleine maand, misschien is handiger. Ja. Een kleine maand. Oh, die is er bijna al. Zo, oké. Dat is één. Proberen. Maar. Een pakje, gewoon een snoepje. Zo hé. Zijn het 10? Zijn we het erover eens? Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe vlog. YouTube kind. Wij zijn de Bellica. Nee, we zijn de Bellica's. Wie ben jij? Bellica de Ziele. Ik ben Logan. Oké. Doei.